De casuïstiekbesprekingen is heel veel. Het is vooral de plek waar de jeugdbeschermers elkaar ontmoeten om dilemma's te delen, om belangrijke besluiten te nemen en om de kwaliteit die we elkaar willen leveren aan de gezinnen, om die te borgen. Het is elke week 3 uur, waarbij we met 1 team zitten, een teammanager, een gedragsdeskundige en tussen de 6 à 9 collega's hier. Waarbij er soms 4 gezinnen voorbij komen en soms 10. Dus bij 10 wat meer simpele vragen kunnen we er wel 10 bespreken. En als er echt hele ingewikkelde vraagstukken voor liggen, dan kunnen we er soms maar 4 bespreken. Dus daar kijken we ook naar in de voorbereiding. Nee, dat is geen theekransje. Dat heeft een hele duidelijke structuur, een duidelijk doel. En het is ook middels de methodiek waar we mee werken, dus de doorontwikkeling van de gezinsgerichte aanpak en de FFP, is het geborgd de manier waarop we gezinnen en kinderen bespreken. Dan wordt er een apart overleg ingepland met de mensen die daarvoor nodig zijn. En dat is altijd de GW'er, soms de teammanager, altijd de betrokken jeugdbeschermer en meestal ook nog 1 of 2 collega's. In de casuïstiek zijn er 3 mensen die een kernrol hebben. Dat is de teammanager, die is verantwoordelijk voor het proces. De gedragsdeskundige is verantwoordelijk voor de inhoud. En de gespreksleider is verantwoordelijk voor de hoe-vragen. En die bespreken we dan middels een case note, middels 5 vragen van onze methodiek. En de teammanager toetst op al die facetten of het proces loopt zoals het hoort. De 5 vragen die beginnen met de aanleiding. En de aanleiding is de reden waarom het gezin ooit is binnengekomen bij Jeugdbescherming West. Dus wat was de onveiligheid? Dat is het tweede punt wat we toetsen, de veiligheid. Hoe veilig is het kind nu? En daar geven we ook een cijfer aan. De derde vraag is, wie is het kind? Om wie gaat het nou eigenlijk? En omschrijf dat kind aan je collega's, zodat het een beetje gaat leven. Vervolgens bespreken we de gezinspatronen. Welke patronen zorgen ervoor dat deze veiligheid niet eerder opgelost is kunnen worden? Waarom is het niet gelukt in het vrijwillig kader? Wat zijn de factoren van ouders, de factoren van het kind waardoor dat niet gelukt is? Dan kijken we naar de centrale lijn. Wat is de gewenste haalbare eindsituatie? Dus hoe willen we dat dit kind straks in het gezin functioneert? En hoe ziet dat er dan concreet uit? Wat willen we met elkaar? En de laatste vraag is met betrekking tot het besluit of de vraag die is ingediend. Wat wordt je volgende stap of wat wordt je besluit? Voorbeelden van vragen die er worden gesteld zijn: welke zorg zal ik inzetten voor dit gezin? Of hoe kan ik deze puber bij de gesprekken betrekken die zich nu terugtrekt? Hoe kan ik de veiligheid van dit kind vergroten? Dat zijn voorbeelden. Nou, de beslissing wordt echt gezamenlijk genomen, maar de jeugdbeschermer is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Die hebben hun eigen SKJ-registratie en daarmee zijn zij verantwoordelijk voor het besluit wat daar genomen wordt. Okay. En ze halen dan wel de kennis van de gedragsdeskundigen en van de collega's, die halen ze daar en die nemen ze mee, maar zij nemen zelf. Dat klopt, de gedragswetenschapper en ook ik als teammanager zien het gezin niet. Maar door de manier waarop we gezinnen bespreken, dus door wie is het kind te bespreken en de gezinspatronen, krijgen we wel een heel goed beeld. En daarnaast hebben de gedragsdeskundigen juist weer extra informatie over bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek, over hechting. En zij kunnen hun kennis daarover als input leveren voor het besluit. Dat is een lastige vraag. We willen zoveel mogelijk met het gezin doen, maar het gezin komt niet in de casuïstiek. Dus dat betekent dat alle informatie die wordt ingebracht, dat die met het gezin besproken is. Dus het gezin weet precies welke informatie in ons overleg wordt besproken en een eventueel besluit wordt daarna ook teruggekoppeld aan het gezin. Reflectie?
meedenken en advies. Steun. Veiligheid, pittige discussies en dilemma's. Vooral de adviezen die collega's mij geven in het handelen in bepaalde casus. Samen beslissen. Expertise. Meedenken en kritische vragen. Elkaar kritisch bevragen, de veiligheid centraal stellen en ja, soms ook even toetsen of je de juiste beslissing maakt of op de goede weg bent in de zaak. Vertrouwen.